Er zijn een aantal dingen die ik altijd gebruik. De spuit van Curly Girl Movement. Een Denman brush. En als laatste de milk en de gel van Curly Girl Movement. Voordat ik mijn producten ga aanbrengen, maak ik mijn haar altijd nat met de spuit van Curly Girl Movement. Het hoeft niet helemaal super nat te zijn, als het maar wel echt goed nat is. Vervolgens gebruik ik de milk, waar je echt maar een heel klein beetje van moet gebruiken. Als ik het in mijn haar aanbreng, dan begin ik van onder en ga ik steeds meer naar boven kammen door mijn haar heen, zodat ik meer volume krijg en het niet te zwaar wordt. Hierna gebruik ik de gel en hier mag je echt een goede klodder van nemen. Ook dit verdeel je goed door je haar. Hierbij gaat het niet per se erom dat je van onder doet als het maar overal zit. Ik gebruik nu een clip om mijn haar vast te zetten, zodat ik mijn haar pluk voor pluk kan gaan stylen. Het eerste wat ik doe is fingercoilen. Ik pak een pluk en draai hem om mijn vinger heen en laat hem aan het einde los. Zo krijg je meer krullen aan de onderkant. Vervolgens pak je een paar plukken erbij, daar kom je doorheen, shake je even en laat je ook los. En zo blijf je eigenlijk de hele tijd doorgaan totdat je alle plukken van je haar bijna gehad hebt. Voor de bovenste plukken doe je eigenlijk precies hetzelfde, maar die gooi je dan naar achter in plaats van opzij. En die kam je ook naar achter, zodat je daar meer volume krijgt. Ook de voorste plukken ga je weer fingercoilen. Dit zorgt er namelijk voor dat je meer definitie krijgt. En het eerste wat mensen zien is de voorkant van je gezicht. En dus ook de voorkant van je haar. Dus dat moet het allerbeste zitten. Mijn haar was nu een beetje droog en daarom maak ik het toch nog even wat natter voordat ik ga beginnen met scrunchen. Ik doe nog altijd even wat extra gel met wat water, zodat het wat dunner wordt aan de voorkant. Zodat ik daar nog meer krullen krijg. Het enige wat nu echt nog van belang is, is om je haar te gaan scrunchen. Denk je dat je klaar bent met scrunchen? Ga dan nog even door. Dan is het nu tijd om te gaan feunen. Ik gebruik de middelste stand van beide. En voilà, mijn haar is droog. Maar we zijn er nog niet. Ik ga nu eerst even al mijn krullen uit elkaar halen. Vervolgens schud ik mijn haar helemaal los van mijn hoofd uit. Alle plekken op mijn hoofd moeten gedaan worden. Ik gebruik nu de Curls & Cloud Volume Spray. Deze spray ik op mijn hoofd uit tussen mijn haar en dat wrijf ik er nog even goed in. Als laatste gebruik ik nog de olie van de HEMA. Dit doe ik op mijn hand, 2 pompjes ongeveer, en scrunch ik door mijn haar om pluis te voorkomen. Thank you.
Dit was mijn curly hair routine. Ik hoop dat je het leuk vond, dat je er wat aan gehad hebt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Doe de duimpjes omhoog. En tot de volgende keer.